zwand, zo gaat het noemen. Allemaal wat slan, zeg. Ik bedoel over het ontstaan van de vereniging of over het verloop? Of... Nou ja, we bestaan naast 25 jaar. In mei. In mei openen we 25 jaar hadden we de bestaan. En vandaag wordt geopend. Vandaag wordt de aanbouw geopend. En dat is hier buiten? Dat is aan de andere kant. Dat is hier waar ik hier naar zag. En dan vinden ze het zonde om zomaar weg te gooien. En dan is het, ja, de kinderen hebben er niks meer aan en die vinden de... Maar er staat een grote maquette van de oude Spijkenissen. Ja. Dat doet een aantal fanatieke mannetjes. Ja. En wij hebben de museumwoning in Groenewoud. Oh ja, ja, maar die is echt een beetje, die is natuurlijk wel later dan hier. Die is echt vanaf de jaren 60. 60, maar, ja. Maar goed, ook wel weer heel leuk, want dan zie je ook weer allemaal dingen. Ja. Als ik even de aandacht mag. Alle van harte welkom op deze bijzondere dinsdagmiddag. Een opening van de aanbouw van onze plus HUS, zoals wij op Zuidland dat noemen. Frans Land. De bijzondere wethouder Mouwerk van de gemeente Nissewaard. Wij hebben iets verzonnen. Het bord aan de buitenkant zit nog los. Dus als u dat vast zou willen schroeven. Oei. Ik weet niet of u heel erg bang bent op een huisuitrapje. Nou, dat is Teun. Ja. Oei, Teun zegt dat, hè? Zijn Teun dan? Ja, Teun zegt dat. Ik zag Ad lachen. Dat is misschien wel erger. Dat gaan we nu nog eens roeren. Dus. Nee, hartstikke mooi. Maar voordat we dat gaan doen, want nou ja, hoe handig ik ben, dat gaan jullie zo meteen natuurlijk zien. Maar wel echt wel bijzonder om te zien wat jullie met elkaar voor de wal hebben geroeid. Want dit is een plek waar ik inmiddels een aantal keer ben geweest. En waar het altijd leuk is om rond te lopen om dingen te zien die je... In je familie, opa's, oma's, vaders, moeders, dat je denkt, hé, dat herken ik eigenlijk nog van vroeger. Altijd leuk. En dan toch ook gelijk wel weer zo heel erg dichtbij. En wij zeiden net tegen elkaar, het is ook wel een bijzondere tijd die we hier weten te laten zien. Want zo snel als die ontwikkelingen zich de afgelopen, 70, 80 jaar hebben ontwikkeld. Het is nog maar de vraag of dat de komende jaren natuurlijk net zo snel gaat. We hebben wel een heel mooi tijdbeeld zo. En als je dan ziet dat er zoveel actieve vrijwilligers zijn die zeggen, nou wat we hebben is al heel goed. Maar een stukje erbij maakt het nog beter. En dan ook nog een aantal ondernemers weten te vinden die zeggen, nou wij gaan jullie helpen en ondersteunen. En dit is het resultaat. En als je lang bent, dan denk je dat het er al jaren heeft gestaan. Dus volgens mij is dat hartstikke goed gelukt. En een heel erg groot compliment aan iedereen die hier vrijwillig de handen uit de mouwen steekt. Ik weet het, het is nog niet af. De devil is in de details, hè? De echte klussen. Ik voel zo'n beetje dat daar echt nog wel wat moet gebeuren. Maar ongetwijfeld, ik heb net 5 mei gehoord als jubileumdatum. Nou, dat is natuurlijk wel een mooi moment om zo'n beetje zo naartoe te werken. Ik ga proberen mijn steentje bij te dragen. Nou jongens, even kijken. Volgens mij gaat het heel goed. Ja, gaat helemaal goed. Helemaal goed. Kijk eens jongens. Ja, je hebt het toch vaker gedaan. Ik wou zeggen. Kijk eens, als je niet weglopen. Zie je daar nog wat voor de wet houden? Ja, die past nog wel. Denk een beetje naar binnen. Genoeg, joh.
Ik wou zeggen, wil je op de grond, want het hoeft natuurlijk niet. Juist. Juist. Ja. Daar in het hoekje. Daar. Daar in het hoekje. Ben je onzichtbaar op de foto? Cor Meijer. Waar zit je nou toch, man? Cor. Daar ben je op daar ook. Draai op je tenen staan. Rats, kom maar achter. Wil je je hoofd een beetje om, hè? Ja? Nou, 1, 2, jongens. Ja. Ja, dit boek is ook weer te koop hoor, deze. Oh, dan er oh, staat hier in de boek. Daar werd me toegebeld, er is brand bij, er werd een naam gezegd, er werd soms niet eens een adres gezegd, want iedereen die komt hier, die kent hier iedereen op het dorp. Tot ziens, ik stoor natuurlijk dus wij reden gewoon naar... Ik stoor vreselijk mijn toetel, tot ziens. Zeg, hartstikke bedankt hè. Mevrouw? Niet naar een adres, maar er werd een naam genoemd, er is brand bij, vul de naam erin. Wij wisten de weg, we kenden... Bijna iedereen hier in het dorp, dus ze wisten toch waar we naartoe moesten. En meestal als de brand destijds gewaarschuwd was, was het inderdaad raak. Er was brand. Niet zoals tegenwoordig dat er alarmen zijn, automatische alarmen. En er is in feite niets aan de hand. Wij hadden geen verkeersongevallen om naartoe uit te rukken. Dat is pas later ontstaan dat ons hulp daar gevraagd werd. Ook met stormschade en dergelijke, zoals afgelopen weekend. Wij werden nooit gealarmeerd als het stormde. Het is één keertje geweest, mag ik me wel heel goed herinneren. Dat was in 1995 met een enorme storm in januari is hier de boerderij ingestort. Toen zijn we wel gealarmeerd als brandweer zijnde. We hebben ook in Menik, ook in 1995, geweest naar Assen om buitenregionaal hulp te verlenen. Destijds met wateroverlast in Assen. In de provincie Limburg zijn we ook 5 dagen, hebben we daar gestaan met onze tank uitgespaard, wisselende diensten. 24 uur was je daar en dan mocht je naar huis en dan weer 2 dagen was je thuis. En daarna ging je weer 24 uur daar naartoe. Dat waren eigenlijk wel de hoogtepunten van brand in Zuidland. Zoals ik ze mag noemen, er gebeurt hier veel, gelukkig. Niet heel veel dat het desastreus is, dat er ongevallen gebeuren en met dodelijke aflopen en dergelijke. Dat valt best wel mee. Het is de laatste jaren veel beter door middel van aanpassingen van wegen en dergelijke. Is dat toch wel afgenomen, verkeersongevallen.